Ferdy Druijf heeft vrijdag voor het eerst met de selectie van NEC meegetraind. De spits heeft in Nijmegen een duidelijk doel voor ogen. Topscorer worden van de keukenkampioendivisie. Welkom bij NEC. De eerste vraag natuurlijk, waarom ben jij hier? Waarom ik hier ben? Ja, is om, omdat ik het een mooie uitdaging vind om bij NEC te komen voetballen. Ik merk al aan de gesprekken dat ze heel gretig zijn om de eerste seizoen zelf recht te zetten. Valt hier gewoon heel veel te winnen. En om heel veel goals te maken, daarvoor ben ik hier. Goed, en ik ben dus bij NEC. Inderdaad, ja, matige seizoen zelf. Jij had een hele goede eerste seizoen zelf. 14 goals in 16 wedstrijden. Ging daar het spel om jou, alle ballen op Ferdy? Nee, niet alle ballen op mij, nee, dat zeker niet. Maar ik ben gewoon belangrijk geweest voor het team. En daar ben ik heel blij om. En elke bal die in de 16 kwam, die was bijna raken, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dan moet je wel dus wel bijvoorbeeld linksbacks en rechtsbacks hebben die de bal op jou gooien. Ik denk dat jij sterk het hoofd bent. Ja, zeker weten. Ja, nee, ik had er één buitenspeler die elke bal op mijn hoofd legde. En dat was heel lekker om te spelen met hem. En het team gebruikte mij daar sowieso heel erg bij. In de 16 ze wisten dat ik een goal kon maken. Dus dan kwamen er automatisch wel veel ballen op je als je in de 16 was. Ja. Heb je bij NEC al zo'n buitenspeler gevonden die de bal op jou kan leveren? Ik heb één training meegedaan, dus dat kan ik nog niet echt zeggen, nee. Maar hoe beviel het? Ja, goed, zeker. Je merkt dat de groep echt gretig is. En het niveau ligt ook al ligt hoog. En vind ik heel mooi om hiermee te zijn. Ja. Als jij dan 14 goals scoort in de eerste helft en topscorer bent, dan denk ik wel dat jij hier in ieder geval die eretitel wil blijven bouwen. Ja, zeker weten. Ik wil graag topscorer worden van de competitie. Dat heb ik al uitgesproken. En dat is nog steeds zo. Hier ook zoveel mogelijk goals maken voor NEC. Hoe fit ben je nu? Ik denk gewoon wedstrijdfit? Ja, ik ben wedstrijdfit. Ja, zeker. Ik heb in vakantie gewoon doorgetraind. Nu zoveel mogelijk hier. Want jij hebt volgens mij bijna alles gespeeld deze seizoen of niet? Ja, klopt. Ja, af en toe dat ik dan bij AZ1 zat. En dat ik dan niet bij Jong mocht spelen. Maar dat zijn weer die nieuwe regels. En voor de rest heb ik alles gespeeld in Jong. Ja, dan na AZ, want dat is natuurlijk wel nog niet afgelopen voor jou. Zie jij jezelf op termijn de nieuwe spits van AZ worden? Ja, daar ga ik wel alles aan doen, ja, zeker weten. Ik ben benieuwd, het moet blijken wanneer. Of het ik hoop volgend jaar dat het gaat worden. Ja.